summer is coming. It's time. En wanneer wilt u graag komen? Vanaf juni. Whoa, 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 whoa. It's time to smile. Ik zeg al zachter. Stepping out of the whirlpool of lies and deceit. Goedemorgen, van binnen. Zo, een bijzonder plek. Ja, hè? Hoi. Hallo, alsjeblieft. Vrijwilliger, dag Christa. Ja, jullie zoeken vrijwilligers, hè? Ja, we zoeken vrijwilligers die van allemaal thuis zijn. Die de handen uit de mouwen willen steken, maar ook die de avonden willen vullen. Die ons met acties willen helpen. Dus eigenlijk van alles. Manusjes van alles. Ja, dat je van alles kan doen. Nou, ik ben heel handig. En, dus, en jij gaat met mij aan het werk? Ja. Wat moet er gebeuren? Nou, we gaan een appartement schoonmaken. Er komen straks weer nieuwe gasten in, dus de bedden moeten daar... Ja, ondertussen moet je kijken. Heb je dit hier gezien? Dit is onze bieb. Wow. Hier kunnen, hebben we allemaal spelletjes staan. Hier kunnen mensen rustig zitten, muziek luisteren. Mensen mogen overal gebruik mensen van maken mensen mogen overal gebruik van maken, ja. En mensen, dat zijn onze mensen gasten, met kinderen waar iets mee is. Ja, of vakantiegasten of ouders van revaliderende kinderen. Ja. We hebben er zo'n 4000 per jaar. Daggasten, hè? Die hier overdag komen. Ja. 4000? Ja. En, maar dat gaat, het heeft altijd te maken met kinderen. Rondom het tondeldhuis is voor kinderen. Kinderen tot 25 jaar. Oké. Okay. Dus dat zijn een heleboel bedjes verschoven. Dat is heel veel werk. En dat moeten we nu ook doen. Dat gaan we nu doen. Ja. Kijk aan. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hoi. Hi, Angelique. Ik kan wel gewoon weer. Hi. Hi. Jullie logeren hier volgens mij, of niet? Klopt. Jullie hebben gewoon een eigen appartement, doe maar. Oh, jongens, gewoon je eigen huis hier. Ja, vier nachtjes in een appartement, twee slapen. Ja, klopt. Als het paas is, gaan we hier vier nachtjes slapen. En vind je dat leuk, Tim? Ja. Ja? Is het niet erg om hier te slapen? Nee. Nee, hè? Nee. Wat een mooi huis. En wat is dit dan voor mooi ding? Zo'n rollator. En die is van jou. Ja? Als je hier bent, dan kun je daarmee lopen. Dat is handig. Binnenshuis Red zit hier nog net. Mm-hmm. Met de afstand is nog aardig ver, maar... echt buiten, dan heeft ze hem wel nodig. En voor de echt grotere afstanden en heuveltje op, heuveltje af, heeft ze een rolstoel. Ja. Maar je komt hier dus al sinds zij twee is? Ja, sinds haar tweede is ze hier bij Groot Klimmen daar aan de revalidatieopvang. Ja. Wij hebben altijd contact gehouden met het huis. En, Waarom? Een ontzettend fijne plek hier. Gewoon heel erg op ons gemak. Vrijwilligers die maken het echt hun thuis. Het is ruim, het is mooi ingedeeld. Maar de huiselijkheid, dat is goed. De huiselijkheid maakt het ook wel helemaal af. Dit is echt een thuisweg van huis. En dat is wel heel prettig. En of het nou voor ons vakantieopvang is of revalidatieopvang, dat maakt dan niet uit. Nee. En wat als dit er niet zou zijn geweest voor jullie? Voor ons... Het is volledig ingericht op mensen met een beperking. Het douchen gaat heel makkelijk. Er zijn geen drempeltjes. Het is allemaal vrij. We moeten haar ook een beetje loslaten. En hier kan dat ook. Hier kan zij zichzelf katheteriseren bijvoorbeeld. Ja. Wat heeft ze? Ja, zij is geboren met een open ruggetje. Oké. Okay. Ja. It's time to smile. En Fenna, hoe vind jij het hier in het Ronald McDonald huis? Leuk. Vind je het wel leuk? Ja. Met pas ben ik jarig en dan kom ik ook weer. Kom je op je verjaardag hier ook? Ja. En dan ga je je verjaardag hier vieren? Ja. Dat is bijzonder. Summer is coming. It's time. Ik kijk het wel een beetje... Ik doe even mijn jasje uit, hoor, want... beetje warm. Monton, deze laat je er gewoon onder. Ja, dat is een beschermer. Die blijft er altijd onder. Hoe lang doe je dit al nu? Dit doe ik dus nu... We zijn in 2009 geopend. Ja. In november. En nou, daarvoor was ik dus al wel in beeld hier. Maar toen was er nog geen huis. Mm. Dus ik doe het al vanaf die tijd. En dat komt omdat ik zelf in Nijmegen in het ziekenhuis heb gewoond. Ben geweest. En toen heb ik gezien hoe belangrijk dit voor ouders is. Zo'n huis en zo'n huiskamer. Zo'n plek waar je... Zo'n plek waar iemand je een kopje koffie geeft.
Als je het heel moeilijk hebt. Dat weet je uit eigen ervaring? Dat weet ik uit eigen ervaring, ja. Onze zoon is in 2006 overleden aan kanker. Meid, in 2006? Ja. Ben je zoon kwijtgeraakt? Ja. Ja. Die zat zo in één keer helemaal vol kanker. En hoe oud was hij? Hij was 17. Gewoon een jonge gozer. Een jonge gozer die nooit ziek was. Ja, en dan weet je maar al te goed hoe belangrijk het is waarvoor deze huizen te zijn. Please remember me fondly. Tell my mother not to worry. Hoe belangrijk zijn de vrijwilligers hier voor jou als moeder? Die maken het af. En dat is echt voor dit huis essentieel. Vind ik gewoon heel mooi. Dan zie ik ineens weer iemand sjouwen met Tim of met Fenna. En dan krijgen ze weer, komt er weer speelgoed uit de kast dat ik nog helemaal niet kende. Dan hebben ze weer iets nieuws gekregen. En dan kom ik kijken en dan ben ik ze weer kwijt. Dan kan ze ook bij wijze van spreken 2 uur kwijt zijn. Dan weet ik dat ze hier altijd ergens binnen de deuren zijn. Want dat is het ideale van dit huis. Ja. Ze zijn altijd... ze kunnen het appartement uit en ze zijn altijd in de buurt. Ja. Straks wordt er nog meer gespeeld en gewerkt in het Ronald McDonald Huis. Nu eerst kijken we terug op vorige week.